Willkommen in der Reichshauptstadt Berlin. Berlin präsentiert sich im Olympiajahr 1936 in festlichem Flaggenschmuck mit aktuellem Dessert, schwarze Hakenkreuze in weißem Kreis auf rotem Grund. Paris 1936 was met name succesvol voor de Nederlandse zwemsters. Zien hier de race op de 100 meter vrije slag, waarop Willy den Ouden eerst de leiding neemt, maar uiteindelijk toch buiten de prijzen valt. Rie Mastenbroek werd de winnares. En zij was toch dé gevierde Nederlandse van die Spelen, met in totaal 3 gouden en 1 zilveren medaille. Die laatste trouwens op de 100 meter rugslag, waarop Nida Senf goud won. Voor den Ouden was er ook een eerste plek. Op de estafette. Verder was er in 36 goud voor zeiler Daan Kacheland en voor wielrenner Arie van Vliet. Op de sprint werd hij nog tweede na een zeer omstreden finale tegen de Duitser Tony Merkens. Maar op de kilometertijdrit individueel was het grote succes daar.